harte welkom vanavond in deze raadzaal van de gemeente Dronten. Op deze participatieavond rondom de integrale visie voor de gemeente Dronten. Ik mag u namens de gemeente van harte welkom heten. Mijn naam is Reinoud Vries. Ik ben partner en adviseur bij Anne. Het bureau dat de gemeente ondersteunt bij dit traject. U heeft in ieder geval het overgrote gedeelte van u heeft eerder meegedaan aan een van de inloopavonden aan de online enquête of op een andere manier uw inbreng geleverd op voor de integrale visie. En vandaag nemen we u mee in de eerste resultaten die dat heeft opgeleverd en hoe het proces naar een integrale visie er verder uitziet. Laat ik beginnen met een paar huishoudelijke mededelingen. Dat zijn er drie, dus dat valt wel mee. Allereerst is het u misschien opgevallen dat Thomas hier is van de Dronten Reporter. Die zal een verslag maken op video, dat zal op YouTube verschijnen van deze avond. Mochten er nou mensen bezwaar hebben tegen om in beeld te verschijnen, dan is het handig om dat even aan te geven. Dan kan Thomas daar rekening mee houden. En zo niet, dan zou ik zeggen, ga binnenkort allemaal naar YouTube en naar www.dedrontenreporter.nl om dit ook allemaal nog even terug te bekijken. Zijn er mensen die dit... Ik zie even niemand. Hartstikke goed. Dat scheelt weer knip- en plakwerk, denk ik, Thomas. Er worden wat PowerPoints, presentaties en ook een enquête gedeelte vanavond via Mentimeter. U hoeft niet driftig mee te gaan schrijven wat er allemaal gedeeld wordt, want na afloop zal dat ook allemaal naar u toegezonden worden. Dus u kunt rustig achterover zitten en meedoen. Ten derde, qua huishoudelijke mededeling, zou ik bijna willen zeggen, de telefoon is uit en stil, maar dat was hem eigenlijk niet. Maar het is natuurlijk wel handig. Derde huishoudelijke mededeling, er zijn vanavond twee bestuurders van de gemeente Dronten aanwezig, dus we zijn goed vertegenwoordigd. Peter van Bergen zal zo meteen een eerste aftrap doen. Hij moet daarna helaas weg naar een ander overleg, maar als het goed is komt hij later op de avond ook nog weer hier terug. En ook Sjiet-Jan Lap is ook aanwezig en die zal ook aan het einde van de avond een terugkoppeling geven over, of een reflectie geven op wat hij vanavond gehoord heeft. Dat even voor. En er is een pauze tussendoor, zo rond een uurtje of acht, dus dan kunnen we nog even de koffie bijvullen. Mochten er tot zover vragen zijn, dan kan dat nu niet het geval. Ik zal u dus zoveel mogelijk inleiden. Ja, dat is ook goed. In principe tot 9 uur. Om 9 uur mag u weer naar huis. Mag u eerder naar huis. Om 9 uur zijn we klaar. Ik wil dan het woord geven aan Peter om even een toelichting te geven. Ja, dankjewel. Welkom ook namens Sjiet-Jan, ook namens het college. Van harte welkom. Nou, gefeliciteerd. Je hebt echt alle vachtgras van mijn voeten weggemaakt. Graag gedaan. Ja. Dus de eerste bijeenkomst mocht ik de opening doen en maakte ik het gas voor jou goed te winnen. Maar in ieder geval van harte welkom, echt een belangrijke bijeenkomst en een heel belangrijk traject waar we mee bezig zijn. We zijn zo'n 4 weken geleden gestart met het participatietraject rond Dronten ontwikkeld. En wat is nou Dronten ontwikkeld? Ja, we gaan eigenlijk praten over Dronten, hoe Dronten 2050 eruit gaat zien. En dat betekent niet dat we in 2045 pas beginnen, maar de toekomst begint morgen. Maar we hebben een heleboel zaken die we daarin willen bespreken. Dus gaat het dus niet alleen maar om woningbouw. Hè, dus dat we gaan zeggen van hoeveel woningen gaan we bouwen of waar gaan we bouwen. Is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van de visie. Maar het gaat erom hoe bouwen we onze samenleving. Hè, hoe gaat Dronten eruit zien in 2050. En dan gaat het niet alleen maar over wonen. Maar gaat het ook over werken, over leven, over zorg, over bereikbaarheid, over
huisvesting, over de toekomst van het landelijk gebied, over klimaat. Nou ja, alle belangrijke aspecten die we maar kunnen bedenken die belangrijk zijn of worden voor Dronten in de toekomst. En dat bepaalt u ook voor een belangrijk deel. Als college ook het wat we doen, doen we ook samen met de inwoners. Dus we vinden het ook belangrijk als start van het hele traject dat we ook juist u als inwoner horen. Wat vindt u nou belangrijk? En dat zijn met name dingen van, wat wilt u als u naar de toekomst kijkt? Wat wilt u behouden in Dronten? Wat wilt u versterken? Maar ook een aantal dingen, wat wilt u zeker niet? Of wat wilt u liever kwijtraken? Nou, dat zijn ook de dingen die ook in de verschillende bijeenkomsten naar voren zijn gekomen. Natuurlijk ook specifieke thema's die inwoners belangrijk vinden. En nou, we hebben een sessie in de vier kernen gehad. We hebben een digitale sessie gehad. Vorm ook nog een sessie met jongeren. Nou, meerdere sessies en we hebben de eerste resultaten, die willen we graag met u of aan u tonen, maar vooral veel belangrijker ook het gesprek met u daarover voeren. En dit is de eerste mogelijkheid om dat te doen, dus ik hoop ook dat u daar vol de mogelijkheden voor aangrijpt. Dingen die u misschien al eerder gezegd heeft, maar misschien ook dingen die u nog niet eerder gezegd heeft. Ik zie al iemand met een notitieblokje klaarleggen die volgens mij de onderwerp al klaar heeft. Nou, ze heeft prima. Laten we het vooral een rijke avond maken waar wij wat dingen laten zien, maar vooral ook het gesprek voeren. Dus een hele goede avond toegewenst. Ik hoop dat we aan het eind van de avond in ieder geval al wat meer richting hebben van wat u nou belangrijk vindt. Ook goed even te bedenken, hè. Er komen nog meer sessies waar, daar zul jij waarschijnlijk nog wel iets over zeggen, waarin we ook gaan checken van wat hebben we nou opgehaald en klopt dat ook? Want uiteindelijk gaat de gemeenteraad in twee besluiten gaat de eerste besluit nemen. Dat is als eerste, de zogenaamde Dronten-principes. Dus dat zijn welke uitgangspunten moeten we nou hanteren als we denken over de ontwikkeling van Dronten richting 2050. Dus dat zal ongeveer januari zijn dat de gemeenteraad daar een besluit over neemt. Op het moment dat die principes zijn vastgesteld, dan zullen we ook een aantal scenario's op gaan stellen voor de ontwikkeling van Dronten. En dan komt ook bijvoorbeeld over het woningbouw, hoe gaan we dat doen, waar gaan we dat doen. En dat wordt in maart, april verwacht. En daar zal de gemeenteraad ook een besluit over nemen. Goed, dat is dan. Maar dit is vooral nu. Goeie avond toegewenst. En maak geval van uw hart geen moordkuil. Fijne avond. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel Peter voor deze introductie. En als u hem dus zometeen weg ziet lopen, dan is dat omdat hij een andere afspraak heeft. We zullen in de tweede helft van deze bijeenkomst zullen we met name het gesprek voeren over de uitkomsten. Daarvoor is het natuurlijk handig voor u om te weten wat die uitkomsten precies zijn. Die zal mijn collega Vera zometeen met u delen. En ik zal eerst even wat context geven over, Peter, de wethouder, zei het net al even, een klein beetje, maar wat context geven waar, in welke context dit nou staat allemaal. We hebben het over inderdaad het toekomstbeeld van Dronten in 2050. Wethouder zei het al even, we gaan daar vanuit dat we daar niet in 2045 pas mee beginnen. Maar het is ook zo dat we daar nu even de tijd voor nemen om daar goed met elkaar over in gesprek te gaan. Dat zijn de sessies die u afgelopen weken heeft gehad. En dat is deze sessie, maar dat staat niet op zich. Grofweg, en dit is heel grofweg, hebben we nu een participatieproces wat twee onderdelen heeft. Het eerste onderdeel, dat is de brede participatie. Dus iedereen kan meedoen. Iedereen kan bijdragen. En de uitnodigingen zijn ook naar iedereen gegaan. Dat is brede participatie. Dat hebben we nu gedaan. Het tweede deel van dit traject, dat is de, wat we noemen, de doorlopende participatie. Waarvan we ook zeggen, het zou mooi zijn als dat dan ook langer doorloopt. Ook als we straks een integrale visie hebben. En dat is wat we vanaf januari 2023 gaan doen. En dat is wat we willen doen in de vorm van kerngroepen die we gaan samenstellen. En dat zijn dan kerngroepen die er grofweg zo uitzien. Dus dat worden er, niet grofweg, die gaan er zo uitzien. Dat zijn 5 kerngroepen per
per kern eigenlijk een kerngroep. Vandaar ook de naam kerngroep. Uit rond de Zusterband, Biddinghuizen, het buitengebied en bedrijventerrein. Omdat dat de groepen zijn waar we dan in ieder geval van denken, nou daar zitten, hier zou voor die kern, voor Zusterband, Ronde, et cetera, zou daar de gedachte over moeten komen, wat is nou de visie op Dronte of op Zusterband. Dat is natuurlijk niet de visie voor de hele gemeente Dronte, want je kunt je voorstellen dat je niet allemaal, dat er gewoon wensen uitkomen waarvan je zegt van nou één, als we hier één van hebben in de hele gemeente, dan is dat ook wel voldoende. Of we willen daar een soort integraliteit in aanbrengen. Dus daarom willen we naast die kerngroepen ook een Dronte 30 inrichten. En dat is een afvaardiging van iedere kerngroep in een soort, nou ja, Dronte 30 in een soort burgerberaad over de hele gemeente Dronte. Waarin een aantal integrale punten dus naar voren zullen komen. En voordat we daaraan kunnen beginnen, hebben we gezegd van nou, dan hebben we die kerngroepen een aantal uitgangspunten nodig. Kernwaarden, houding, prioriteiten, wat vinden we dan in Dronte van belang? En dat is eigenlijk de opgave waar we met deze brede participatie in de afgelopen maand voor hebben gestaan. Deze kunt u herkennen als u op de inloopavonden bent geweest, want dit waren precies de tafels die we op de inloopavonden hebben ingericht. En hier heeft u dus ook over kunnen meedenken over, nou ja, wat wil ik behouden, wat wil ik versterken, wat wil ik niet meer in Dronte. Dus deze input die heeft u kunnen leveren. Nou, dan heb ik nu een heel ingewikkeld plaatje en die mag u dus thuis nalezen, maar hier staat grofweg in wat de tijdslijn is. En dan ziet u dus ook dat we dat we nu bezig zijn met een inventarisatie die moet leiden straks tot Dronte principes in januari 23. Dus over een paar maanden in de raad en vervolgens wordt dat ook doorvertaald in een aantal raadsbesluiten over groei en groei en woningbouw een maand later. En dat loopt eigenlijk door tot aan het raadsbesluit over de integrale visie uiterlijk december 24. Dus dat duurt nog even, dus we zijn nog even met elkaar in gesprek over die toekomst van Dronte. Om het anders te zeggen, dit was pas het begin. En dan gaan we nu naar de Mentimeter, denk ik. Zijn er tot zover vragen over wat ik zojuist verteld heb? Ja. Ja. U liet zien de kerngroepen. En ja. Ik heb ook een kerngroep erbij van de bedrijventerreinen. Ja. Dus ik zeg nu even meervoud, maar daar staat volgens mij één fout op. Maar we hebben natuurlijk ook in de kern, hebben we natuurlijk allemaal een eigen bedrijventerrein. Vallen die onder die algemene noemer van die kerngroep? Of valt die bij spreken voor Biddinghuizen onder de kerngroep Biddinghuizen? In principe hebben we gezegd dat de bedrijventerreinen vallen onder de kerngroep bedrijventerreinen. Omdat we denken dat daar ook aparte belangen zitten, aparte afwegingen zitten in die kerngroep. Wat niet wil zeggen dat dat geen verband houdt met elkaar, hè, maar daarom juist ook die integrale afstelling. Okay, en die voorlaatst liet u ook zien de televisietrajecten tot eind volgend jaar. Ja. Is dat het klinkt onderbiedig, maar is dat het enige wat er gebeurt? Het werken aan de visie of zijn er ook andere trajecten die nog lopen? Er loopt natuurlijk het simpele antwoord is... Die heeft participatie te maken, laat ik zo zeggen. Ja, er lopen natuurlijk altijd dingen met participatie ook in de gemeente. Daar kan ik nu geen uitputtend overzicht van geven. Dus het is niet zo dat we, als dat de vraag is, het is niet zo dat we nu zeggen van ja, we gaan alleen maar in dit traject nu met inwoners praten en verder doen we niks. Dat kan allemaal ook doorlopen. Wat we wel zeggen is, zeker urgente dingen natuurlijk, wat we wel zeggen is, het is goed om nu even echt de tijd te nemen om met elkaar te kijken naar die verdere toekomst in 2050. Dus het is niet zo dat we de komende 2 jaar
alleen maar dit doen op participatiegebied. Maar dit is wel een belangrijke stap als je echt naar de toekomst kijkt. Het zou gek zijn als je ook nog een willekeurig op wat voor onderwerp een visie hebt waar je een uitgebreid participatietraject gaat doorlopen over diezelfde termijn. Andere vragen? Nou, dan gaan we naar. Dan mag u uw telefoon pakken, toch weer. Of uw tablet, of uw, nou ja, wat voor device u ook maar heeft. En dan gaat u naar. Ja, de eerste die heeft het al gedaan. Naar www.menti.com. En dan hebben we een code die daarboven staat: 7782-7124. Menti.com, ja. En dan is de eerste vraag, ja, die ziet u dan ook op uw scherm staan. En die ziet u hier op het scherm staan. 7782-7124. En als u wifi nodig heeft, dan is er volgens mij een openbaar netwerk van de gemeente rond de gast of zo. Waar zit de wifi? Rond de gast, ja, heb ik iets al. Rond een gast. Ik kan maar wel concluderen, en dat is niet heel verrassend natuurlijk, dat de meeste mensen hier uit rond te komen. Maar ik zie ook een aantal mensen die in het geheel niet in de gemeente de rond te wonen. En dan mag je natuurlijk ook meedoen, maar dan ben ik benieuwd. Toch even, wie woont er niet in de gemeente Dronten? Kees. Waar woont u? Ik woon in Lelystad. In Lelystad? Ja, schandalig. Ja, wel goed. Als de, en, u verslag van doen. Dan komt u een verslag van doen. Ja, dat is Lelystad. Sorry? U kunt niet inloggen. Van, waar ligt dat dan? Ja. Ah, ja. Wie woont er nog meer niet in de rondte? Dan gaan we daarna door naar de... Pieringhuizen. Ja, nee, de gemeente bedoel ik. Oké, nou. Goed, we gaan... we gaan door naar de volgende vraag. Want op welke manier heeft u input gegeven? En nou, de meeste zijn, dat kan zijn op de bijeenkomsten die geweest zijn in Ketelhaven, Zwifterband, Dronten of Biddinghuizen, een online bijeenkomst of online vragenlijst. Of anders. Dat kan natuurlijk ook. Veel mensen die online hebben meegedaan, veel mensen die in het rond te komen. En als we inderdaad vanavond allerlei dingen presenteren die heel afwijken van wat er in Ketelhaven gezegd is, dan merkt niemand dat. Helaas. Oké, okay. Goed op. Oh, wacht nog heel even. Anders? Of, is er iemand die zijn anders wil toelichten? Oh, ik wil het wel doen. Ja? Ik heb me laten vertegenwoordigen. U heeft u laten vertegenwoordigen?
Dat is een luxe. Ja, dat is een luxe. Ja. Dat kan. Ja. Op een van de bijeenkomsten dan. Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Dank u wel. Veel online vragenlijst en eronder. Leuk ook dat u van de online vragenlijst hier ook bent. Dan gaan we naar de volgende vraag, denk ik. Dit was de volgende vraag. Ja, dit was de laatste vraag dan ook, hè, denk ik. Ja, precies. Oké. Dan hebben we elkaar even wat beter leren kennen. En dan zou ik nu Vera het woord willen geven om even wat inhoudelijke terugkoppeling over de afgelopen participatieavonden en traject te geven. Vera. Ja, nou, ik heb het genoegen om met jullie de resultaten te mogen delen. We hebben een heleboel input gekregen en een deel van de input heeft u misschien ook al wel teruggezien, want het is alles wat... Gebruik je de speaker? Gebruik je de microfoon? Microfoon? Ja, dat is... Ben ik zo beter te verstaan? Ja. Super. Nou, hartstikke fijn dat u er weer allemaal bent. Ik heb het genoegen om vandaag de resultaten te mogen delen. We hebben een hele hoop input gekregen tijdens de bijeenkomsten en ook in de online vragenlijst. En de input van de online bijeenkomsten, of sorry, van de fysieke bijeenkomsten heeft u waarschijnlijk ook al online kunnen zien. Want die zijn ook allemaal te vinden op drontenikpraatmee/drontenontwikkeld. En daar hebben we vooral gekeken van, nou, wat zijn hier nou de gemene delers, wat hebben we ook opgehaald op de avonden, wat hebben we nog teruggehoord van de organisatie ook. En natuurlijk hebben we een hele hoop input gekregen via de online vragenlijst. En ook heel leuk om te zien dat daar ook een aantal mensen hier aanwezig zijn. Dus ik zal even een korte terugblik geven over wat hebben we nou allemaal gedaan, wat voor bijeenkomsten zijn er geweest. En daarna de resultaten van de verschillende onderdelen. Dus ik zal even kort stilstaan bij de opvallendheden bij de verschillende bijeenkomsten. En daarna zullen we de rode draad laten zien. Dus wat denken wij nou dat op basis van wat jullie allemaal aan input hebben geleverd, wat wij kunnen meegeven aan de gemeente. En daarna willen we natuurlijk graag wat gesprek voeren van wat wij nu hebben gezien als rode draad. Is dat ook hoe jullie dat hebben ervaren? Sluit dat aan bij wat jullie hebben meegegeven op de avonden. We zijn ook heel benieuwd om daar na deze presentatie met jullie het gesprek over aan te gaan. Ja, dus nog even kort. Wat hebben we nou willen doen met deze participatiebijeenkomsten? Nou, de vraag die al een paar keer ook is genoemd. Wat willen we nou in de gemeente toevoegen, behouden, versterken en afstoten? Op allerlei verschillende thema's die ook al eerder aan bod zijn gekomen. En ook welke kernwaarden beschrijven Dronten? Dus niet alleen wat vinden we nou belangrijk, maar ook wat is nou typisch Drons wat we moeten behouden? En het resultaat van het participatietraject, dat moet dus die Drontense principes opleveren. Dus uitgangspunten hoe we naar de toekomst moeten kijken. En daarnaast ook de uitgangspunten voor de woningbouwopgave. Want er werd net al een vraag over gesteld van, komen er nog meer participatiebijeenkomsten? Hoe zit het nou in het geheel? In principe hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk participatie in één te doen. Zodat we niet elke keer terug hoeven naar de samenleving met, we hebben een vraag hierover, we hebben een vraag daarover. Geprobeerd om veel te combineren. We werken dus toe naar die integrale visie in 2024, maar in de tussentijd worden die uitgangspunten ook al meegenomen als in het achterhoofd van de gemeente om keuzes te maken. Er komt nog een hele hoop aan, maar wat hier nu uitkomt wordt zoveel mogelijk ook meegenomen in bijvoorbeeld de keuzes die er al eerder zijn voor de woningbouwopgave. Dat was dus een van de uitgangspunten om één participatietraject te maken waar meerdere opbrengsten kan opleveren. Mochten jullie overigens vragen hebben, steek gerust je hand op. Dan kunnen we dat tussendoor ook kunnen doen. Wat hebben we dus nu tot nu toe gedaan? Er zijn 6 fysieke bijeenkomsten geweest. In Dronten, Biddinghuizen, Zwifterband, Ketelhaven en bij middelbare scholieren. En er is een online bijeenkomst geweest. En daarnaast hebben we als het goed is alle mensen in het buitengebied ook nog een brief ontvangen om bij de bijeenkomsten aan te sluiten. Sorry, hebben we van tevoren ook een... 2 informatiebijeenkomsten gehad voor professionals waar de gemeente veel contact mee heeft. En hebben we geprobeerd om ook met de vertegenwoordigers van inwoners met een migratieachtergrond in gesprek te gaan. Om te proberen om ook arbeidsmigranten en mensen van de islamitische gemeenschap bij de avond te krijgen. Dus zo hebben we het aangevlogen en deze bijeenkomsten zijn er geweest.
Nou, dan om even te beginnen bij de online vragenlijst. Want we hebben natuurlijk een hele hoop bijeenkomsten gedaan, maar uiteindelijk de meeste input komt nog wel van die online vragenlijst. Want daar hebben uiteindelijk meer dan 400 mensen op gereageerd. En de vragenlijst die stond open van half september tot half oktober. En zoals je kan zien zijn de meeste mensen tussen de 30 en de 80 jaar die de vragenlijst hebben ingevuld. En een paar mensen van onder de 30 en een paar mensen van boven de 80. Maar nou ja, in ieder geval denk ik een hele hoop mensen die hebben meegedacht. En ook de meeste mensen wel uit de kern Dronten, maar ook wel een aantal mensen uit de andere kernen en uit het buitengebied. Zijn hier vragen al over? Ja, ik zie dat. Ja, ik ben raadslid, dus even vanuit die hoedanigheid. We hebben al eerder onze vraagtekens gehad over jongeren. Mm-hmm. Wat is het beeld dat jullie hebben van betrokkenheid van jongeren? We hebben heel erg ons best gedaan om die wel te bereiken, maar we hebben daar wel een onderscheid gemaakt tussen jongeren onder de 18 en jongeren boven de 18. En voor jongeren boven de 18 hebben we gehoopt om ze vooral te bereiken met die online vragenlijst. Dat is niet heel goed gelukt, zoals je kan zien. Maar we hebben ook een aparte bijeenkomst gehad voor middelbare scholieren. En daar zijn een stuk of 60 middelbare scholieren geweest die hun input ook hebben geleverd. Die zal later in de presentatie ook nog even terugkomen. Andere vragen op dit moment? Dan ga ik even verder. Ja, dan zal ik ook even beginnen met de input van die vragenlijst. Want wat hier vooral uit naar voren gekomen is uit die online vragenlijst, is een aantal dingen die moeten worden versterkt of worden toegevoegd. Er zat heel veel overlap in, dus die heb ik samengevoegd. En eigenlijk wat daar het meest uit naar voren kwam, was dat er behoefte is aan betaalbare woningen, aan meer winkels, meer groen, het versterken van de zorg, het openbaar vervoer, het versterken van het centrum, de ruimte en het zwembad kwam ook opvallend vaak naar voren. En bij punten die moeten worden afgestoten, daar kwam heel vaak de windmolens in terug. Er moet vooral ook geen hoogbouw komen wat betreft de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld. Er moet minder overlast en criminaliteit zijn. Er werd ook vaak genoemd dat er minder asielzoekers en arbeidsmigranten zouden moeten komen. Zware industrie en de megastallen, dat moet ook worden verminderd volgens de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld. En de leegstand en het vliegveld in Lelystad. En bij vliegveld Lelystad werd vooral genoemd dat mensen geen laag overvliegende vliegtuigen willen hebben in de rondte. Nou, er zijn hier een aantal mensen die de online vragenlijst hebben ingevuld. Is dit een beetje ik? Zie je daar een vraag? Deels. En deels schrik ik van die ene zin minder asielzoeken. Daar schrik ik ervan, ja. Kan je het antwoord herhalen? Misschien door de microfoon? Ja, zeker. Ja, er werd gezegd dat het deels wel herkend wordt, maar dat meneer wel geschokt is van minder asielzoekers. Heb ik ook niet. Ja, ik zie nog een andere vraag. Nou, een vraag meer een opmerking van hoe vaak zijn zaken genoemd? Want ik bedoel, dat zie ik hier nergens in terug. Zit er een prioriteit dat de eerste het meest genoemd is? Of? Dit zijn de dingen die het meest terug zijn gekomen. Dus hier zit niet specifiek een prioritering nog in, dat zou ik nog kunnen toevoegen. Maar dit zijn wel de onderwerpen die het meest naar voren sprongen uit de 400 antwoorden. Ja. Dus bijvoorbeeld, het is niet zo dat minder asielzoekers één keer is genoemd. Dat is wel meermaals teruggekomen. Ja. Is dat een online resultaat? Ja, dit is alleen van de online vragenlijst. Ja. Ja. En zoals je misschien verderop ook zult zien, in de online vragenlijst zit natuurlijk minder nuance dan in de gesprekken die op de avonden zijn gevoerd. Dus dat kan ook sommige antwoorden misschien verklaren. Wat doe je met de ruimte? Dat is een goede vraag. ik ben ook vooral benieuwd waarom die staat bij versterken en toevoegen. Want er is wel heel vaak genoemd dat de ruimte behouden moet blijven. Maar blijkbaar is er ook behoefte aan dat die ruimte nog versterkt wordt. Ik zou nog even goed moeten uitzoeken waar precies mee bedoeld wordt. In de andere bijeenkomsten komt hij ook wel vaker terug. Daar kan ik hem wat beter duiden, omdat ik zelf ook bij die gesprekken ben geweest. Van de vragenlijst is dat iets lastiger. Zou het misschien kunnen zijn dat de ruimte, de mensen bedoelen dus het groen wat we nu nog hebben, om dat te behouden. Ja. Je ziet nu dus hier in Dronten dat toch veel groen plat gemaaid wordt. En er worden woningen weggebouwd. En ik weet, we moeten woningen hebben. Maar laten we in godsnaam de groen behouden wat het is. Ja, dus de suggestie is hier dat de ruimte de
ja, bedoeld wordt. De ruimte misschien ervan komt dat er op dit moment heel veel groen weggehaald wordt. En dat het mogelijk is dat het juist bij het versterken wordt van we moeten dat niet nog meer weghalen. Dat het misschien daar vandaan komt. Misschien zelfs weer terughalen wat er nu van is verdwenen. Behouden wat we hebben. Behouden wat we hebben, ja. Oké, dan ga ik verder. Input uit Biddinghuizen. En er is dus een hele hoop input gekomen. Dit is absoluut niet de enige input die er is geweest. Maar de input waarvan het heel vaak is genoemd. Of waarvan we dachten dit is echt iets wat bij Biddinghuizen wel is opgekomen. En bij andere bijeenkomsten niet. Een van de dingen die bij Biddinghuizen heel duidelijk naar voren kwam. Was om zorgwoningen te realiseren voor diverse doelgroepen. Dus eigenlijk dat er veel keuze is in zorgwoningen. Daarnaast was er veel behoefte aan ontmoetingsplekken voor zowel jongeren als ouderen. Werd er ook gevraagd om goede of betere OV-verbindingen. Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsen. Wat in Biddinghuizen ook naar voren kwam was het behouden van de festivals. En om meer verbinding met het water te creëren. Er zijn hier ook een paar mensen uit Biddinghuizen volgens mij aanwezig. Ja? Zijn hier dingen die missen of waarvan u denkt, oh dat had ik niet verwacht of dat... Ik herken er in ieder geval eentje. Okay. Ja, wij hebben er zelf 5 of 6 aangeleverd ook, maar goed, ja. Misschien zijn we de enige, hè, dus dat zou kunnen. Maar... Dus we kunnen ook nog in de volgende stappen terugkomen, hoor. Dat als er iets op elke plek gezegd is, dan komt dat later ook nog terug. Zeker, ja. Maar in ieder geval fijn om te horen dat herkend wordt. En u was zeker niet de enige, er zijn meerdere aanwezig geweest. Ja. Zeker, bij Biddinghuizen waren denk ik een man of 40 aanwezig over de hele avond. Ja, is er nog een hand? Ja, meer verbinding met water. Ja, ik kom niet uit Biddinghuizen, maar er lijkt mij water genoeg. Wat bedoelt men daar precies mee? Ja, nou, er werden verschillende dingen genoemd. Een van de dingen was bijvoorbeeld om het water te gebruiken om woningen te verwarmen. Daar was een heel creatief idee over. Er werd ook genoemd om het meer te verbinden met recreatie. Dus dat er meer recreatiemogelijkheden met water moeten komen. Sommigen maakten zich ook zorgen om de waterstand. Daar misschien ook op een andere manier verbinding mee zou kunnen komen. Bijvoorbeeld een water door Biddinghuizen heen. En zo zijn verschillende dingen genoemd die met water te maken hadden. Dus het gaat niet zozeer om meer water in Biddinghuizen, maar meer om dat ook goed te gebruiken. Ik denk dat ze de verbinding bedoelen tussen Biddinghuizen en het Veluwemeer. Dat is beter goed. Dat bedoel ik. Dat speelt een rol. Vroeger. Ja. Oké. Okay. Niet wat je nou doet, maar dat is gewoon mijn punt. Oké, okay, dan nemen we dat zeker mee. Ja. En die stond ook altijd geprogrammeerd. Alleen ja, die is er ooit gekomen. Ja. Dus het is een verbinding van het water in Biddinghuizen met andere wateren. Ja, en volgens mij stond dat ook bij Dronten. Het is natuurlijk bijzonder jammer dat in West heel veel woningen zijn gebouwd, maar dat er geen gebruik gemaakt is van het kanaal. Dat je dus met de boot de wijk in kan oversterven. En dus dat staat in Dronten. Nee, dat staat in Dronten, staat het ook ergens beschreven. Ja, zeker. Dus dit komt niet alleen in Biddinghuizen terug, maar dit is ook iets wat in Dronten absoluut speelt. Ja. Bedankt voor de aanvullingen. Van wat in Schifterband heel duidelijk naar voren kwam, is dat er ook vooral betaalbare woningen moeten komen, zowel voor starters als voor ouderen. Ook in Schifterband kwamen er ook weer verbindingen terug. Ook vooral in relatie tot de ouderen, dat er voor de ouderen ook goed vervoer moet zijn. Ook hier kwam de verkeersveiligheid terug, het behouden van de festivals, dus ook in Schifterband. Noemden ze verschillende festivals die in de gemeente behouden moeten worden. En ik vraag me nu af of hier misschien een foutje staat, omdat deze precies hetzelfde lijkt. Ja, ik ga even dat controleren later, of hier iets fijn is gedaan. Ja, ik bedoel dat die elke keer ik nog vijf weer verpas. Ja, dat is wel... Die fietsers, dat komt inderdaad straks in de rode draad ook heel duidelijk naar voren. Dat werd op heel veel plekken genoemd. En de veiligheid gaat denk ik ook vooral om bijvoorbeeld fietsen over de dijken heen. Dat werd daar ook veel genoemd. En bijvoorbeeld ook fietsverlichting is vaak genoemd. Dat er fietspaden verlicht zouden moeten worden. Zijn er meer mensen die dat heel erg verbaast? Dat fietsen zo hoog staat? Nee, het was ook een item bij die aanleg van de rotonde. Ja, waar geen tunneltje is gekomen. Bij een rotonde was geen fietstunneltje gekomen. En dat is iets wat ook veel mensen zouden willen. Oké, okay. Ja.
Nee, fietsen hebben we heel veel terug gehoord. Van fietsen, ik mis nog goede fietspaden. Een hele boom. Je kunt bij de spoorlijn mooi fietsen, prachtig. Maar ja, daar zit je op alle wegen. Dus er zijn een aantal fietspaden, maar op een gegeven moment moet je ook over op andere wegen. Fietspaden, door heel veel bomen en ook bermen voorzien met groen. Dus ook de fietspaden zou nog een hoop aan verbeterd kunnen worden. Ja, meer fietspaden. Meer fietspaden, misschien bij de weg, maar echt fietspaden. Ja. Dus begrijp ik dan losliggende fietspaden? Ja. Nou, wat ik mij zou kunnen voorstellen met betrekking tot die verkeersveiligheid voor fietsers, is dat er ook een beetje eenduidigheid komt in de aanduiding voor de verschillende fietspaden. Er zijn die fietspaden in de rondte, daar hebben de fietsers voorrang, daar kun je van alles van vinden. Maar er zijn er ook willekeurige fietspaden, daar hebben de fietsers opeens geen voorrang. Dus dat is een beetje, om het, zeg maar ook voor het verkeersonderwijs, voor onze jeugd, onze jongeren, dat is een beetje moeilijk uitleggen soms. Waar, hier mag je wel doorrijden en daar mag je niet doorrijden, je moet altijd wel goed opletten. Ja. Dus een beetje meer eenduidigheid erin zou niet geen kwaad kunnen. Dus eenheid in de fiets, wat er wel ligt, ja zeker. Ja. Maar daar zou ik nog wel even aan willen toevoegen, die verkeersveiligheid. Maar de fietsers moeten ook de regels kennen. Ja, dus goed voor de fietsers zorgen, maar de fietsers ook de regels goed leren. Ja, mooi. Dan naar de input in Dronten. In Dronten werd duidelijk aangegeven dat een beetje hoogbouw oké is, zolang dat in de kernen plaatsvindt. Ook in Dronten werd over de woningen gezegd dat er vooral voor starters en senioren moet worden gebouwd. Er werd ook genoemd voor het wonen op boerenerven en gemengde wijken. Daarnaast meer groen, water en bijbehorende recreatie. Een breder aanbod voor sport wat moet meegroeien met de groei van de gemeente. Het clusteren van middelbare scholen kwam vaak terug. En het uitbreiden van het aanbod. Het Meerpaalplein herinrichten, dat is misschien heel specifiek, maar dat is vaak genoemd. Een vierbaansweg van Lelystad naar Zwolle is ook een aantal keer teruggekomen. En ook hier weer die fietspaden, veiligere en uitgebreide fietspaden in en om Dronten. Maar toch even een vraag, we hadden net voor een duur merk erover. Daar heeft ook een beetje je inloop aan, als je het hebt even over onveiligheid, fietsen, dan zie je dat vooral rondom de scholen, de lage scholen. Dan zie je dat heel erg het probleem van het verkeer van ouders en het wegbrengen van kinderen. En ondertussen moeten die andere kinderen moeten er tussendoor fietsen. Dat vind ik altijd wel een heel onveilige situatie. En als ik dat daarmee wil bedoelen, dan begrijp ik dat wel. Want ik kan het met de fietsbasisstelsel eigenlijk niet voorstellen. Want ik vind dat Flevoland over het algemeen heel mooi fietsbasisnet. Dus vooral de veiligheid rondom de scholen, wat betreft het fietsen, dat is een aandachtspunt. Ja, maar daar wordt niks mee gedaan, want ik ben al 5 jaar bezig om dat bij ons voor elkaar te krijgen. Je krijgt alleen maar ja, we zijn er mee bezig. We zijn al 5 jaar bezig, maar... En de politie komt wel controleren, als iedereen al weg is, kwartier later komen ze even langs. En dan zeggen ze tegen mij, wij hebben niks geconstateerd. Dus de politie is te laat en de gemeente is ermee bezig, begrijp ik. Ja, al 5 jaar. Ik ben al jaren bezig om de gele streep doorgetrokken te krijgen. Ik weet niet waar ze het verf vandaan moeten halen, maar ik kan het zo bij deco shop kan ik het ophalen, maar ik mag het niet doen. Die eenvoudige regels zijn in de straal rond 200 tot 500 meter, mag het niet geparkeerd worden voor het wegbrengen of halen. En dat is eenvoudig houdbaar. Dat staat duidelijk, staat er borden, staan gele strepen. De gele strepen die stopt ergens halverwege de stoep. En wat denken de ouders? Oh, dan mag ik daar wel staan. En als je dan er wat van zegt, van mevrouw weet of meneer, weet u dat het hier een stopverbod is? Nou, ik moet alleen even mijn kinderen die naar school brengen. Ja, kom op zeg. Ik begrijp dat het een grote ergernis is. Het is een levensgevaarlijk. Ja. En netjes voor het zebrapad. Dus als de kinderen oversteken, dan komen auto's aan. Ik hou mijn hart vast. Bedankt voor het delen. Gemeente Wijk is dat mannen en vrouwen in één wezen. Ik weet dat het echt. Ik bedoel, dat mag vroeger met zwemmen ook zo. Gemeente zwemmen.
Volgens mij is er wat behoefte aan een uitleg voor gemengd wonen. Dat gaat vooral over verschillende soorten woningen en verschillende prijsklassen van woningen. Dus bijvoorbeeld sociale huur en koopwoningen door elkaar. Ja. Met name Flevoland is toen heel erg gebaseerd op de principes van de scheiding van functies. En waardoor het wonen, werken, enorm zijn. En het was juist een interessant idee om dan, als je kijkt naar de toekomst, om te kijken of veel meer opmerking van functies kan plaatsvinden. Ja. Dus waardoor werken en wonen, winkelen en wonen, recreëren en wonen, veel meer bij elkaar worden gebracht. En dat zou even behoorlijk kunnen schelen in de hoeveelheid ruimte die voor de uitreiking van moeten nodig hebben. Dat wist ik ook wel. Dat is ook iets wat ik jou heel veel gehoord heb en wat ik eigenlijk niet terug zie komen, is dat eigenlijk die rechtlijnigheid van die tekentafel, hoe de polder is ingericht, dat nou eigenlijk iets is wat niet in de toekomst zou moeten. Dat je veel meer dingen met elkaar gaat verweven, dat je er niet bijvoorbeeld zegt vanuit dat buitengebied, daar mag dan niet gewoond worden van het buitengebied, maar ook het centreren van functies, dat zien we de scholen, worden dan gecentreerd allemaal bij elkaar in het centrum. Dus er gaan al die mensen daar met verkeerde toe en al die mensen met verkeerde knap. En juist dat rechtlijnigheid, dat heb ik wel veel gehoord die avond ook, dat zie ik hier eigenlijk niet terugkomen. Dat wel uit. Dus echt die vermenging van de functies van wonen en werken, is naar voren gaan dat meer vermengd wordt. Ja. Aan de andere kant hebben we ook wel veel gehoord, wat hier dus staat, het clusteren van die middelbare scholen, dat wel vaak is genoemd als optie om meer ruimte te verkrijgen door de verschillende scholen en sportvelden om die samen te voegen, zodat er ruimte komt voor bijvoorbeeld woningbouw in het centrum. Dus er zijn wel verschillende meningen daarover teruggekomen. Maar het is een goede om mee te nemen. Ja, maar grote scholen samenvoegen, dat loopt ook niet altijd goed, heb ik begrepen. Nee, kijk maar naar Je ziet eigenlijk altijd een probleem ontstaan als dat geplust wordt. Dat zie je ook met megastallen. Dan kan je heel veel bij elkaar gooien. Dat zie je ook met arbeidsmigranten. Die dan in een soort ghetto ergens voor mij dat verpand worden met 20.000 bij elkaar. Ja, daar zie je nou het probleem ontstaan. Als je de mensen veel meer met elkaar verweegt, de functies veel meer met elkaar verweegt, omdat we veel meer met elkaar samenwerken. En dan ontstaat er veel meer een eenheid. Dus dat zie ik nog niet terug. Ja, verdelen niet eens. Ik mis verdronten wel de zorg. Verdronten mis je de zorg? Nou, ruimte. Want ik merk het zelf met de regenboog. Als je kijkt in de OV met woningen, hoe snel die daar weggaan. De mensen staan gewoon veel aan op de wachtlijsten voor kleinere woningen. Die kunnen niet meer doorstromen. Ze kunnen niet naar de zorglocatie doorstromen waar ze in een aanleunwoning kunnen alvast. Want die ruimte is er gewoon niet meer. Ja. Ja, ik denk dat wel ook een van de dingen is die we proberen te vangen. Met ja, misschien inderdaad het doorstroom van de seniorenwoningen. Dat lukt op dit moment niet. Ja, maar doorstromen naar seniorenwoningen, dat is ook al een vraag wat ik al een keer gesteld heb, hier ook in de gemeente. En als antwoord krijg je, ja, maar we bouwen toch appartementen. Mensen, wij zijn jonge ouderen. Wel, wij willen wel wat. En wij willen niet in een appartementje gestopt worden. We willen in een levensloopwoningen. Met een paar slaapkamers beneden. En met misschien wel met jongeren erbij, starters erbij, zo'n wijk. Dat is mijn ideaal. En die ruimte is er heus wel. Want we krijgen straks de Veluwezoom, waar boeren uitgekocht worden. Maar ook dat er ruimte is, wat er ook was, wonen op boerenerven. Gemeente, steek je nek uit en zorg dat er een paar mensen bij elkaar komen. Om dat te realiseren. Er is potentie genoeg om dat te willen doen. Er zijn ouderen genoeg die zeggen, dat wil ik ook. Dat is ook zeker iets wat we veel hebben teruggehoord. Dat er dus niet die standaard appartementen moeten komen, maar dat er echt gekeken moet worden naar een mix van woningen voor, met keuze. Ja. De boerenerven, dat is ideaal, want dat grond hebben ze al. Ik kan me voorstellen dat het hier in Dronten zelf, Binninghuizen, Zwitserland, niet kan, want dat kost veel grond. Boerenerven, pak die kans. Ik heb begrepen dat het ook heel ingewikkeld kan zijn, maar we geven hem zeker ook mee. Ja, dat is meneer zijn mening, maar dat is denk ik niet iedereen zijn mening. Als je bijvoorbeeld. Wat doe je met de informatie die nu geroepen wordt? Die zo gezegd wordt? Ik schrijf dat allemaal op hoor. Ik ga het allemaal bij. Ja, als dat de beweging wordt. Dan wil ik graag gezegd hebben dat ik vind dat er veel te weinig fietspaden zijn. Ja. Maar heeft dat zin dat ieder zijn eigen mening doet? Dat is nog een beetje zoeken naar. Nou, we komen straks aan het einde op een soort samenvatting die wij hieruit hebben gehaald.
En daar gaan we jullie ook mening over vragen via de Mentimeter weer die straks komt. Dus dan kunnen we in ieder geval zien wat hier in de zaal een beetje de gemeentedeler is. En daarna gaan we dus ook nog een enquête breder uitzetten met diezelfde vragen. Dus het is niet zo dat als hier één keer iets geroepen wordt, dat we dat als de waarheid meenemen in de uitkomsten. Zijn het steeds online resultaten? Nee, zeker niet. Nee. Ja. Dit is de. Ja. Kleurrijker bouw, ja. Nou, dat is ook iets wat straks. Ik denk dat het ook goed is om even de want ik merk dat er nu heel veel wensen, nieuwe wensen komen. Het is vooral de bedoeling met dit traject natuurlijk om. We hebben avonden gehad waarop. Nou ja, minimaal ongeveer iedere avond de groep die hier ook is input heeft geleverd. Betekent niet dat wat het vaakst genoemd is, of wat het hardst geroepen is, dat dan in deze samenvatting is gekomen. We hebben die avonden zo geprobeerd in te richten, dat we steeds ook doorvragen over, ja, maar waarom willen we dan iets? Hè? Waarom, wat is dan het belang of de wens daarachter? En daar komen een aantal van deze wensen, belangen, hoofdzaken uit. Je ziet ook dat als je dit bij wijze van spreken morgen in de krant leest en je zegt van, nou, dit komt uit het participatieproces van Dronten, dan is dat een prachtig wensenlijstje, maar dat zal niet morgen gerealiseerd zijn en misschien ook wel niet allemaal in 2050. Ik denk, het zijn een aantal uitgangspunten waar je op voort kunt borduren. Ik noemde net die kerngroepen, die gaan vanaf januari van start. Die zullen dat soort vragen ook waarschijnlijk krijgen van, oké, als we dan het belangrijk vinden dat die verkeersveiligheid met name in de buurt van scholen zo belangrijk is, waar speelt dat dan in het dorp? Waar speelt dat dan? En hoe zouden we dat dan kunnen oplossen? En dan zal je misschien zien dat er op de ene plek zal de verkeersveiligheid enorm gebaat zijn met een nieuw fietspad. En op de andere plek is er iets anders nodig. Dat soort maatwerk is denk ik wat we straks gaan uitvoeren. We hebben echt geprobeerd om hier naar de hoofdlijnen te kijken van wat er is geroepen en ook naar de belangen die daarachter zitten. En een beetje voorbij de individuele wensen. Dus de opmerking van meneer, dat is ook niet wat we doen en dat is ook niet wat voor ons het doel van vanavond is. En ik denk dat het goed is, want dan hebben we zo meteen ook nog wat uitgangspunten en kernpunten die we zouden willen toetsen bij jullie. En die gaan hier nog een klein stukje boven hangen. En daar zijn wij heel benieuwd naar. Ja, wat vinden jullie daarvan? Hoe kijken jullie daarnaar? Delen jullie dat? Waar zit dan die prioriteit in zijn algemeenheid? Dat kunnen we dan weer doorvertalen naar die Drontense principes. Dus op die manier zijn we daarmee aan de slag. Dus misschien ook even qua context hoeveel zin heeft het nu om vanavond te roepen, ik wil meer of minder fietspaden of ik wil daar iets anders. Ja, dat heeft zeker zin, maar ik zou dan willen vragen, nou, bewaar dat ook nog even voor zo meteen. Dan kunnen we ook het gesprek op een iets hoger niveau proberen te voeren. Dankjewel. Sorry. Ga ik nog heel even kort naar de input van Keto Haven, maar er zijn hier geen mensen Keto Haven, ik zou het altijd kort houden en daarna gaan we naar Nieuwe Integrale toe. In Keto Haven was heel erg de wens om vol in te zetten op zon op daken, ook in Dronten, niet alleen in Keto Haven zelf. Het verder ontwikkelen ook van de recreatie en horeca aan het water, ook hier de OV uitbreiden, zeker als Dronten gaat groeien. En hier werd ook heel duidelijk genoemd dat de gemeente moet durven, dus dat er veel verschillende soorten alternatieve woningen mogelijk moeten worden. En zij wilden vooral ook graag aan de rand van het platteland voor rust wonen. Uitbreiden van groen. En zij noemden ook opvallend de sfeer op het Meerpaalplein verbeteren. En zij noemden ook heel duidelijk dat er wat hen betreft genoeg windmolens te zijn. Oh, dan nog even heel kort over de input van de jongerenbijeenkomst. Zij kwamen vaak met hele concrete ideeën. En wat heel duidelijk terugkwam was dat zij graag meer winkels en eetgelegenheden willen in de gemeente. McDonald's werd heel vaak genoemd. Ze zeiden dat alle vrienden naar kampen gingen voor McDonald's. En dat was echt wel zonde.
Ze wilden ook een breder aanbod aan sportvoorzieningen. Skatebaan en basketbal werden daarbij vaak genoemd. Opvallend ook was dat zij heel duidelijk noemden dat er meer ontmoetingsplekken moeten zijn die ook 's avonds opengaan. Bijvoorbeeld de bibliotheek zou te vroeg dicht gaan en ook een aantal winkels. Zij wilden heel graag de meerpaal en de meerpaaldagen behouden. En liefst nog meer feestjes en ook wat uitgangsmogelijkheden. En wat ook heel duidelijk terugkwam was dat ze wilden dat er meer werd gedaan tegen pesten en racisme. En dat er meer aandacht zou zijn voor mentale gezondheid. Dus soms heel concreet, maar ook echt wel belangrijke input denk ik van de jeugd. Dan hebben we natuurlijk ook iedereen gevraagd naar de kernwaarden. En dit zijn eigenlijk de dingen die echt duidelijk eruit springen, die overal terugkwamen. Dus ook uit de online vragenlijst, maar ook zeker uit de bijeenkomsten die zijn geweest. Het zijn nou, denk ik echt wel hele duidelijke punten die hier de kern zijn van Dronten. Namelijk dat het groen is, dat was echt duidelijk de meest genoemde. Dat het dorps moet blijven. Dat er ruimte moet zijn, de rust moet zijn en dat het ook vooral gemoedelijk moet blijven. Is het zinvol om groen over het water te voeren? Dat komt in al die aspecten terug. Het water is natuurlijk ook een vorm van natuur, net voor groen eigenlijk. Maar het is misschien ook omdat er apart aspecten bij het vermelden. Dus de suggestie om naast de groen ook het water daar aan toe te voegen, omdat het onderdeel van is, maar dat het nog duidelijker naar voren komt. Oké. Dan hebben we een aantal stellingen waar we na de pauze ook zullen vragen om aan te geven in hoeverre jullie daarmee eens zijn. Maar om alvast even kort te laten zien wat wij als kern hieruit hebben gehaald, is onder andere dat we in Dronten dorps en karakter moeten behouden, dat we het ruimtelijke gevoel moeten behouden en dat er ruimte is voor natuur ook binnen de kern. En als we het hebben over de houding dat we in de gemeente Dronten geleidelijk groeien, dat we oog hebben voor elkaar en dat we lef en karakter tonen. En dat lef en karakter dat slaat ook vooral op het bouwen van woningen. En daarnaast dat we in de gemeente Dronten betaalbare woningen bouwen voor jong en oud. Dat we prioriteit geven aan de fiets. Dat we voldoende ontmoetingsplekken realiseren. Dat we de verbinding versterken tussen de kernen, met name via het café en de fiets. En dat we in Dronten recreatie realiseren aan het water en in het groen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste draden die wij eruit hebben gehaald. En ik denk dat we daar na de pauze het gesprek ook weer over willen voeren. Ja, zeker weten. Dankjewel, Vera. Ik denk ook inderdaad dat het goed is om even een korte pauze te doen. Dus ik haal even een kop koffie of thee of water of dat was het ook misschien. Geen opmerking, maar voordat dat koffie gaat. Ja, dat mag. Ik stem van mijn buurman, u begon met een openingsfoto, toekomst van Dronten. Ja. En dat is jammer water. Dat betekent dat niet dat de duiken doorgestoken. Ja, mag jij de duim doen? Dat is ook de laatste duim. Je moet er al eerst uit. Dank u wel. Er had misschien een vraagteken achter moeten staan. Hoe de toekomst van Dronten eruit ziet, dat is aan ons. Ja, nee, dat is. Het was een foto die een horizon liet zien. Dat was volgens mij het belang van de foto. Maar dank. Wat beelden al niet teweeg kunnen brengen. Neem even 5 minuten de tijd, dan zijn we over 5 minuten hier weer terug en dan kunnen we over in. Maar dan gaan we weer verder. En ik zou u weer willen vragen om opnieuw te grijpen naar uw telefoon. En weer te gaan naar menti.com, maar daar was u waarschijnlijk nog. En dan kunt u ook al het antwoord geven op de volgende vraag. Of die ook in beeld komt. Ik heb hem niet hoor. U heeft hem niet. Heeft iedereen toegang tot een telefoon? Nee, ik heb geen telefoon. U heeft geen telefoon? Nou, dan mag u zo meteen nog even met hand opsteken. Ja, ik heb weer een telefoon, maar niet bij me. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. We werken nog heel even aan de techniek. Ja, er zijn wat. Het nummer daar moet even voeren. Ja. Dat is weg. Ja, dus, ik heb hem ook niet aan mijn hoofd.
Haarse vishuis. 7182713 of zo was het, maar... 7782. We gaan verder waar we gebleven waren, inderdaad. Hey, en heeft behalve meneer iedereen toegang tot een telefoon? U ook niet? Dan gaan we iets bedenken met afhankelijk van de vraag met hand opsteken of zo. Dat vind ik. Dat is dan alleen iets minder anoniem. Ja, hoor. Oké, we gaan kijken naar de kernwaarden en kwaliteiten van Dronten. En u kunt aangeven in hoeverre u het eens bent met de stellingen. In de gemeente Dronten behouden we het dorpse karakter. Een hoofdletter zelfs in dit geval. In de gemeente Dronten behouden we het ruimtelijke gevoel. En in de gemeente Dronten is er ruimte voor groen, ook binnen de kernen. En dat is dus een wens, hè? Dus dat is niet dat u dat moet beoordelen aan de huidige situatie. Maar dat is een wens voor Dronten. Ja, in de tussentijd dat iedereen dat invult, hoe kijkt u daar zonder telefoon naar? Welke van de drie waardeert u en welke misschien? Nou, dat mag. Welke van deze drie? Ruimte. Nou nee, ik de bovenste. Dorpse karakter. Ja. Dorpse karakter. Een dronk toch wel ver te zoeken. Hoe suggestief zijn de vragen bedoeld? Het is wel een beetje alsof je vraagt, vinden we groen belangrijk? En dan denk ik dat vinkjes allemaal wel naar rechts gaan, want iedereen vindt groen belangrijk en iedereen vindt ruimte belangrijk. En het ruimtelijk gevoel vinden we ook belangrijk. De vragen zijn in die zin suggestief bedoeld. Ze zijn niet suggestief bedoeld, want dat is een beetje een negatieve term. Mm-hmm. Maar ze zijn wel bedoeld. Er is natuurlijk ook een andere kant. Dus op het moment dat we zeggen, nou, er moet ruimte voor groen zijn, ook binnen de kernen, dat kan dan betekenen dat als je kiest voor uitbreiding van Dronten in aantal inwoners, waardoor de woningbouw gerealiseerd moet worden, dat je daarbij niet in eerste instantie gaat kijken naar de groenplekken binnen de kernen, maar naar andere plekken. Dus in die zin zouden er consequenties aan kunnen zitten. Ik zeg niet dat dat één op één zo is. En datzelfde geldt van ja, behouden we het ruimtelijke gevoel. De consequentie van behouden we het dorpse karakter, ja, kan ook betekenen dat als je zegt van nou, ik vind dat belangrijk, dan ga ik op een bepaalde manier bouwen en zorgen dat mensen elkaar ontmoeten en verbindingen creëren, in plaats van eerder zoeken naar grootschaligheid. Dus er zit ook een andere kant aan. Ja, maar ja. Komt er ook een vraag dan met die andere kant? Nee. Als je de afweging vraagt, hè, dat is anders dan dat je vraagt. Nee, we hebben nu een aantal dingen gedestilleerd uit die avonden. Dat proberen we te toetsen. En ik zie nu bijvoorbeeld hè, dat, even als we hebben nu 32 mensen dit ingevuld, dan zie ik gemiddeld een 8,4. Dat is dan wat minder interessant. Maar dan zie ik dat met name dat groen binnen de kernen, dat wordt heel erg gewaardeerd. In de gemeente Dronten behouden we het dorpse karakter wat minder. Nou, dat kan ik me ook voorstellen. Ik zie ook een aantal mensen die daar bijvoorbeeld een 1 of een 2 hebben ingevuld, bij wijze van spreken. Hè. Dus ik ben daar wel ook benieuwd naar. Nou, maar ja, het is dan wel wat gedetailleerd, maar het is misschien wel wat vaste allure, ja. Uitstraling. Exact. Dus ik heb het een laag cijfer, ja, gegeven. Ja. En wat wist u dan bijvoorbeeld? Nou, ik heb het puur over de uitstraling. Ja. Er werd iets gezegd over kleurrijk bouwen, dus ik zal daar nu dan verder niet op doorgaan. Maar dat bedoel ik met een entree van een station naar een stadshart. Als dat aantrekkelijk is, meer uitstraling heeft, nou, daar krijg ik meer gevoel bij. Ja. Dat bedoel ik met stadse allure. Ja, exact. En is dat dan iets anders dan wat we bedoelen met een dorpse karakter? Dat kan, ja, wel blijven.
Nou ja, precies, daar bent u dus niet tegen, ja precies. Ik hoor ook degene die in één recht zorgt, juist op deze discussie een beetje uit te lokken. Ja, nou graag. Dus, want ik blijf het heel bijzonder vinden, dat we elke keer praten over een dorpskarakter van Dronten, hè, terwijl de gemeente 42.000 inwoners stelt. En de gemeente, of de kern Dronten, of iets van 25.000. Dan denk ik van, over welk dorpskarakter hebben we dan? He, als ik het dorpskarakter heb, dan denk ik aan Wim Sonneveld, ons dorp. Ja. He, wat je in Brabant nog tegenkomt, of in Gelderland, die kleine dorpjes waar iedereen elkaar kent. He, dat heeft een dorpskarakter. Maar er zijn buiten Flevoland heel veel steden die kleiner zijn dan Dronten. Er zijn gewoon steden. He, ja. Dus ik vraag me elke keer af, als we het hebben over het dorpskarakter, waar hebben we het dan eigenlijk over in dit geval? Ja. Gaat dan over ons, joh? Dat kan helemaal niet. Zoveel mensen kun je niet kennen. Dus dat is... kan iemand een van de dingen die mij opviel, en ik woon 8 jaar in Dronten, mij opviel, komend vanuit een grote plaats, Ede, is dat men elkaar, of je nou wel of niet kent, goeiedag zegt. En dat gebeurt hier heel erg veel. En dat is voor mij is dat een dorps karakter. Ja, en daarom die stad zou duren niet dat men langs elkaar heen kan. Nee, exact. Maar dat staat voor u een klein beetje in de zelf. De bouwing ben ik het wel mee eens, maar die stadse allure, die stadse manieren, niet. Ja, de stadse, wel de bouw, niet de manieren. Nou, we beginnen eigenlijk. In Schoonke waren de zoon van die polderen pionier, en dat was ons kent ons in dat woude gebiedje zo houden. Het kneuterige, daar hou ik wel van. Als ik in de stad kom met mijn dochter in Amsterdam, ik ben blij dat ik er weer weg ben. Ja. Dat ik de polder weer in kan, die ruimte. Daar ben je in opgevoed in de ruimte. Ik ben in Oostwolde ben ik geboren. In de ruimte ben ik geboren. Ik ben hier, we zijn hierheen gegaan. In de ruimte ben je gewend. Dat dorpse ben je gewend. Dus dat stadse, ik trek me niet. Daarom vul ik ook het dorps in. Ja. Ja. Het nabere gebeuren heb je ook een beetje op het dorpse gebeuren. Ja. Heb je stadsgebeuren sinds de buren die ken je soms geen eens. Nu heb ik 50 arbeidsmigranten naast ons wonen. Ja, die ken ik ook niet hoor. Elke 6 weken krijg ik weer nieuwe licht. Is dat dan een voorbeeld van stadse allure? Dat u die... Die mensen verstaan nog geen Engels. Je komt er langs met oud en nieuw, zeg je, god, heb je nu weer? Verstaan ze niet, ze weten helemaal niet wat je zegt. Maar is het, zeg maar, deze stellingen, heb je die zo gemaakt zodat we nu met elkaar gaan discussiëren? Want eigenlijk, als je deze stellingen, mijn dorpskarakter... is niet de buurmans dorpskarakter. Dus je zult ook een definitie moeten hebben van wat is dan een dorpskarakter. Ik probeer daar dus inderdaad achter te komen in dit gesprek van wat is dan het dorpskarakter, wat staat daar dan tegenover. Dus ik hoor een aantal aspecten van een dorpskarakter die belangrijk gevonden worden. Ik hoor ook een aantal dingen die meer met de stedelijke allure te maken hebben, dus die daar wat tegenover staan. Het is niet per se om een discussie te krijgen, maar wel om inderdaad dat scherper te krijgen. Ja, want dorpskarakter zegt niks eigenlijk. Maar het is wel iets wat we heel veel hebben teruggehoord, hè? Ja, maar het is... dorpskarakter. Dus dan, is dat meer niet meer de ruimte dan die je hebt als dorpskarakter, meer de ruimte en niet de hoogbouw en dat soort zaken. Ik kom zelf uit Taarde oorspronkelijk, dat was een dorp. Iedereen kende elkaar en het was super vervelend, vind ik zelf. Dat hoeft daar helemaal niet. Wat heb je uitgebreid? Niks. Maar, nee, dat vind ik dan ook niks. Kijk, maar als je dan zegt, ja, het dorpskarakter, dat je geen hoogbouw hebt, dat je allemaal laagbouw hebt, toch een beetje ruimte tussen de huizen, noem maar, op. Ja, dat noem ik dan meer dorpskarakter. Maar verenigingsleven ook natuurlijk. Ja, maar ruimte op de kwaliteit. Ja, en ik hoef niet iedereen te kennen die ik hier tegenkom. Dat vind ik onzin. Maar het gaat wel een beetje om de vriendelijkheid en de ruimte die ik heb. En voor mijn kinderen, wat dan ook, of kleinkinderen, en dat soort zaken. Nee, ik kom uit 2 jaar, dat heeft ook een dorpskaart. Ja, dat heeft 160.000 in nog. Maar dat heeft wat is dan het dorpse karakter waar u het over heeft? Het dorpse karakter is eigenlijk niet die massaliteit, denk ik. Ja. Het op elkaar gepakt zijn, dat heeft heel veel met die ruimte te maken. Precies. Ja, als je elkaar maar een beetje de ruimte geeft en je gaat niet alles op elkaar proppen, dan heb je al heel snel een, zullen we zeggen, gemoedelijk karakter. Ja. Ik kom ook wel eens in Breda, ik zou dat ook niet zeggen. Ja? Het niet inbreien in Dronten moet gebeuren. Dus niet het grondbedrijf iedere keer elk stukje groen weer laten bebouwen. Het dorp is ook dat het zo groen is. Ja. En niet inbreien. Dat veel gewaardeerd wordt.
Is een bruikbare argument dan zoiets, een emotioneel iets als het dorpse karakter? Want uiteindelijk gaat het over de ruimtelijke kwaliteit. Stedelijk gebied, dorpsgebied willen wij zijn? Ja, en dan gaat het dus echt om, als iedereen denkt aan de stad, dan hoor ik al Amsterdam, dus dan gaat het echt over met hoge dichtheden, grote bouwvolumes, et cetera. En dat is iets wat denk ik de merendeel van de mensen in Dronten van zegt, nou, liever niet in Dronten. Nee, dat kan ik me voorstellen, maar ik kan me ook voorstellen dat dorpse karakter, ook als je groeit, wil je dat dorpse karakter behouden, tenminste zo lees ik het even, hè. En ik kan me voorstellen dat je dan, en ik doe even een poging, dat je dan zegt van nou, als we groeien, dan willen we niet groeien met één soort, één centrum in het midden en daaromheen de woonkern, bij wijze van spreken, zodat iedereen naar het centrum moet. Maar zouden we willen zoeken naar wat meerdere centrumpjes, zodat mensen daar naartoe willen, zodat mensen in een bepaald gebied elkaar ontmoeten. Dat staat al een hele reële vraag tegen om bij het participatietraject te gaan behandelen. Gaan we inderdaad een polycentrische aanpak of gaan we juist naar een concentrische aanpak? Ja. Dat zijn de wezenlijke vragen. Nee. Nou ja, ik kan wel uit. Ik zou wat dat betreft heel erg pleiten voor die concentrische aanpak, omdat ik zie hoe noodlijnig hier het centrum aan het worden is. Dus juist wel het centrum. Ja, en daarmee dus het dorp ook compact te houden. En wel met behoud van de ruimtelijke kwaliteit en het groen in de kern. Ja, dat is een opgave, denk ik dan. Ja, maar precies, exact. Maar je zegt dus, even dat ik hem kan volgen, je zegt dan van, dan zou ik het centrum willen, stutten, zeg maar, zodat we het dorp compact houden. Nou ja, kijk, dat moeten we zo een afweging maken. Wil je die aantallen bouwen, hè, die nu in beeld zijn, ja. Dan moet je de afweging maken van, ga je in zuidelijke richting uitbreiden, ga je in oostelijke richting uitbreiden, et cetera. Dat betekent wel dat de interne verplaatsingsafstanden steeds groter worden. Hè? Want het is nogal wat, van west naar oost zometeen, of van noord naar zuid. Als ze daar allemaal steeds verder uitbreiden. Ja. Dat is wel echt een aandachtspunt, want dan betekent het even dat gelegd die afstand, dat je wel polycentrisch moet ontwikkelen. Nou ja, want... Alleen, je zou ook kunnen zeggen, van waar zou ik bijvoorbeeld, kijk wat nu het Halsekwartier gebeurt, waarom kan ik dat niet ook herhalen aan de noordkant? Ja. Hè? In Staalwijk en Houtwijk. Maar als je zegt, van ik wil het ook compact houden, dan gaat dat voor mij niet helemaal samen met die laatste stelling. Dat hoeft ook niet, maar dat is even de stelling. Die van daar groen ontwikkelen binnen een gemeente. Hoogwaardig groen is niet mijn hoogwaardig groen, hè? Dus wat is dan hoogwaardig groen? Nou, Dorpsbos. Bijvoorbeeld Dorpsbos, maar iets anders dan alleen grasveld. Laat het daarmee even. Ja. Ik vind plantenbakken heel mooi. Ja, maar snap, dus daar zit wel, wat is dan hoogwaardig groen? Dat is dan de volgende stap die we doen. In eerste instantie gaat het om van welke stedelijke principes redeneer je. Ja, en doe je alleen maar uitleg, of probeer je vanuit compactheid benadering, maar dan binnen de compacte wel stedelijke kwaliteit ontwikkelen, of dorpskwaliteit om het gevoel te ondersteunen. Ja, maar daar heb je natuurlijk, als je zegt van ik wil tijdens het inbreiden, sorry. Die ga je voor. Sorry, ja, ik moet me zorgen. Nee, je mag, ja. Als je zegt ik wil inbreiden en ik wil in ieder geval een groen behouden, daar ben ik op zich wel voor. Maar er wordt altijd gezegd van ja, maar als wij voorzieningen willen hebben of voor ouderen, dat moet dan dicht bij het centrum zijn. Ja. Ik zie dat in Zwifterband en ik zie dat in Biddinghuizen, daar wordt het MFC gebouwd met appartementen. Die wil men graag in het centrum hebben. Dat gaat hoe dan ook ten koste van het groen. Nou, dat hoeft niet per se, want je kunt natuurlijk wel degelijk gewoon... rond het centrum zou je wat meer hoogbouw kunnen doen, waardoor je wel degelijk ruimte overhoudt, ook voor groenontwikkeling. Ja, maar de Rottenaar zijn niet voor hoger dan nee, maar, hier nee, maar, gezien, nee, maar goed, dat gaat ook niet op 20 hectare, of 20 verdiepingen. 4-5 verdiepingen met appartementen, ja, kun je per hectare veel meer eenheden kwijt, natuurlijk dat is allemaal grondgebonden woningen. Het gaat erom dat je daar over na moet denken. Ja. Ja? En wat ik nu zie, is dat grote delen rondom het centrum, gewoon gebruikt worden voor, ja, met alle respect, voor
voor sport die ook elders buiten het centrum zou kunnen gebeuren. En een aantal voorzieningen waarvan ik denk, ja, die had je ook wel buiten het centrum kunnen plaatsen. En, maar er worden keuzes gemaakt, en het gaat op dit traject, we kunnen nu zo op de 50 jaar vooruit kijken, dat je juist over dit soort dingen nu gaat nadenken. Want je kunt maar één keer bouwen en dan staat er 50 tot 100 jaar. Ik wil zo meteen ook even, want we hebben nog meer een goede discussie. Uw positie is mij helder en die is volgens mij niet helemaal altijd in lijn met wat verder genoemd is. Is er iemand die hierover nog even zijn visie zo wil toelichten? Anders gaan we even door naar de volgende. Ga maar door. Hoor ik. Dit gaat over de drijfveren en de houding van de gemeente Dronten. En die komen ook dus een aantal dingen in terug die, waar dus ook een andere kant aan zou zitten. Er staat in Dronten groeien we geleidelijk. Dat kan een keuze zijn. Je kan ook zeggen van we gaan snel groeien. In Dronten hebben we oog voor elkaar. Dat zit voor mijn gevoel ook wel een klein beetje in dat dorpse karakter. En in de gemeente Dronten tonen we lef en karakter. En dan gaat het ook vooral durven we andere type woningen te bouwen? Durven we daar vernieuwend in te zijn? Ik hoop dat er wat... Maar dit is wat het moet zijn, niet wat het nu is. Nee, exact. Ja. We hebben het over de visie. Nou, als je bij die eerste bijvoorbeeld zegt van nou, we groeien niet geleidelijk, vind ik dat heel snel moet? Of vind ik dat het nog langzaam, of eigenlijk helemaal niet goed is? Nou, de andere kant van geleidelijk is denk ik snel, ja. Dat is snel geleidelijk? Ja. Oh. Ja. Niet per definitie niet groot bijvoorbeeld. Je kan ook bedoelen met geleidelijk, hè, rustig aan en niet meteen... Precies, dat wordt er bedoeld. Ja. Ja, maar waar je uitkomt. Is het snel of snel meer bijbouwen of bedoel je ook van meteen door naar 80? Nou, 80, dat weet ik niet. Maar inderdaad, het gaat erom van nou nemen we daar de tijd voor en laten we dat een beetje organisch gaan. Gaan we snel aan de slag en is het een morgen bij wijze van spreken. Die mogelijkheid is er zo niet. Je moet 10.000 huizen bouwen. Ja, maar je kan wel grote, het zal er niet morgen zijn, dat is waar, maar je kunt wel grote plannen maken en dat dan relatief snel realiseren. Dat is wat anders dan organisch groei. Ik zie dat... Ik ben wel benieuwd naar... er is heel divers met name gestemd op in de gemeente de ondertonen we lef en karakter. Is er iemand die daar zijn inzicht op wil toelichten? Het valt me tegen, eerlijk gezegd. Wat valt u tegen? Precies die we hier met elkaar verwoorden, denk ik, oké, dan moet je wel iets gaan doen, moet je wel actief gaan worden. Dus dat vereist ook een bepaalde lef, een bepaald karakter. En dan vind ik een 6,5 gemiddeld. Ik heb zelf wat meer gegeven, maar dat doet er niet toe. Dan vind ik dat niet zo ambitieus. Best mee eens. Hij ziet dus echt een innovatieve gemeente in het begin geweest, allemaal pioniers waren. Ik hoor inderdaad die pioniers die ook... Ja, de pioniers echt, die van elkaar opstonden en die hebben de polder groot gemaakt. Ja. Dat wordt wel eens vergeten hoor, in Dronten. Dat de pioniers echt de polder groot hebben gemaakt. En wie heeft er dan laag gestemd? Ik ben wel benieuwd. Ja, meneer achterin. Kunt u het toelichten? Okay. Ja, met alle respect voor wat het verleden is. Ik bedoel, dat doet niet af hoe ik nu kijk tegen het lef wat nodig is. Met heel veel respect voor de schouders waar we op mogen staan. Maar met de ambities die we in de visie gaan opschrijven, hebben we wel een iets ander karakter, cultuur, kennis nodig om dat met z'n allen te realiseren. Op deze manier gaat het volgens mij dat niet lukken. Maar met minder lef en karakter? Nee, we hebben heel veel lef en karakter nodig. Maar als mij gevraagd wordt van hoe zie je dat nu dan? Maar dat gaat volgens mij mis in die vraag. De vraag staat er eigenlijk van wat is het nu? Maar je vraagt, wat moet het straks zijn? Wat moet het zijn? Ja, het is een gewenste situatie. Ja. Oude.
Het gaat om de toekomst. Dat is het mooie van deze avond, we hoeven het niet over nu te hebben. Ja, nou, wat is dan het... Ja, ik heb ook een ene. Nog even door te gaan, dat hebben we nodig. Wat is dat lef en karakter dan voor? Doorpakken. Niet alleen doorpakken, maar ook dat je met elkaar zegt van... We durven een aantal van die principes. Ik geloof heel erg dat als we die Dronten-principes met elkaar scherp kunnen krijgen... Maar hoe hou je daar dan aan vast? Bijvoorbeeld, er werd gezegd van de fiets is heel belangrijk. Durven we echt zo ver te gaan dat we zeggen van voor alle verkeerssituaties is de veiligheid voor de fietsen prioriteit nummer 1. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, want op de snelweg ga je niet fietsen enzovoort enzovoort. Maar dat vinden we als uitgangspunt. Hetzelfde geldt voor hoogbouw. We vinden uitgangspunt maximaal 4-5 lagen. We zitten ter plekke. Dat komt wel op papier. Maar kunnen we dat dan echt vasthouden met alle druk van de rest van het land, vanuit de regering, vanuit de marktontwikkelingen? Dan moet je met elkaar heel stevig in je schoenen staan. En dat lef en karakter, dat proef ik nog onvoldoende. Dat is het lef en karakter die, ja, heel helder, dank u wel. Anderen die dat... Ja. Hier dan. Ja, is er ook een vraag van dat er heel langzaam en heel weinig gegroeid zou kunnen worden? Nou, u mag hem zelf invullen. Wat zou u vinden? Wij gaan ervan uit dat Dronten groeit en dat ambitie moet hebben en lef tonen en weet ik veel wat. Groei betekent natuurlijk ook, heeft ook voor sommigen een groot aantal negatieve kanten. Mm-hmm. Dat staat in tegenstelling met het dorpse karakter wat wij graag zouden willen hebben. Ik noem bijvoorbeeld maar het eerste, als je dus een grote stad bent, dan moet er een koffieshop komen. Ja, niet dat ik daar tegen ben, maar ik noem maar een aantal zaken. Dat zouden natuurlijk allemaal negatieve effecten kunnen zijn. Ja, dat kan. Voor mij is het positief, maar goed. Volgens mij is inderdaad het feit dat er ingezet wordt op groei, dat is volgens mij wel een iets wat hieronder ligt, hè? Dus rond ontwikkeld, rond groeit. Maar hoe? Dat is de vraag. Ja, en ik wil wijzen op het feit dat er aan groei ook heel veel negatieve dingen zitten. Ja, en als u hem dan heel scherp stelt, dan zou mijn vraag zijn, als we dan groeien, welke negatieve dingen moeten we dan zien te op te vangen? Ja, nou goed, daar kan ik er nog wel een paar van noemen. Maar goed, ik ben begonnen, dus... De koffieshop, ja, precies. Ja, maar dat is voor mij niet negatief, maar dat is voor sommigen is dat negatief. Nee, dat is een keuze. En ik zie dan inderdaad, die geleidelijke groei kan misschien toe leiden dat je ergens van dat dorpse karakter nog kunt behouden. Hè. Ik zie dat ook een klein beetje in lijn met elkaar, maar dat is ook een beetje wat ik probeer te toetsen hier in dit gesprek. Rond de steen. Sorry, wie zei dat? Ik zei Dronten toch niet onder de steen te leven, wat dat betreft. Wat bedoelt u dan? Nou, dat gaat met de tijd mee. Ja, dat betekent ook dat als jij naar 100.000 gaat, dat die criminaliteit, dat kun je op je vingers natellen, dat ook weer gaat worden. En die koffieshop komt er dan misschien ook wel. Gaat erom, hoe ga je daarmee om? Krijgen we nog een grotere Lelystad? Ja. Vliegveld. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar ja, goed, weet je, we moeten er ook niet naïef in doen, vind ik dan ook. Zou het er nu ook niet zijn dan? Daarop, ja, ja. Nou ja. Ja. Ik zeg maar, dat ik ook tijd. Bijvoorbeeld, mensen zeggen geen groei of minder groei. Ja? Dat is hartstikke leuk, maar als je hier om me heen kijkt, de meeste mensen die zijn al een stuk ouder dan ik, die wonen al onder een dak. Een hele hoop mensen van mijn leeftijd, die willen ook graag een huis, die willen ook graag de breedte, of vanuit een appartement of vanuit een instapwoning, willen ze ook naar een eensgezinswoning, dat ze ook voor gezinsuitbreiding kunnen gaan. En met alle respect, daar is wel groei voor nodig. Ja. En als ik het dan plaats heb in die huizen, de Graafschap, dat is dan dat is een heel langlopend project. En als je kijkt hoeveel er nou eigenlijk gebouwd is, dan kun je nog wel een argument over stellen. Ja. Maar mensen van mijn leeftijd willen ook een huis, die willen ook wat hebben. En dan kunnen mensen zeggen van geen groei. Maar waar moeten we dan wonen? Ja. Zullen jullie een kamer ter beschikking? Dus het is niet alleen maar dat je voor mensen die hier naartoe trekken bouwt, maar ook voor juist voor de mensen die hier al wonen. En u heeft dan waarschijnlijk hoog geantwoord bij de rond. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Wat heeft u dan geantwoord bij de bovenste stelling? Ik heb ook zelf gebouwd hoor.
Kan je mee, dan bouw ik ook zelf. Nee, maar ik kon het betalen omdat ik het zelf gedaan heb. Echt zelf, hè? Ja, niet iedereen kan dat. Kijk, ik ben daarin bijzonder. Ja. Maar dat is toch succes. Nee, maar ik ben het helemaal mee eens. Want ik woon nu in een groot huis. En mij zou het misschien ook wel passen dat ik in een kleiner huis ging wonen. Maar dat is voor mij geen geschikt kleiner huis. Dus ik ben ervoor dat men kleinere huizen gaat bouwen. Ja, voor jou en voor mij. Ja, dus ja, dat kom je zo naar groei. Jawel, maar niet het 14.000 in 10 jaar. En dat gemeent, diversiteit hanteren. Ja, maar dat is, dat is een ander uiterste waar men hier die getallen nog steeds rond tafel over gaat, over 10.000. Maar die zijn al lang uit beeld, die 10.000. Ja, dat is gewoon zo even een dobbelsteen, 10.000. Dat staat gewoon nergens op. Nee, maar ik bedoel, er is groei nodig. Kijk, ik heb mezelf ingevoeld van, groeien we genoeg? Nee, dat is mijn antwoord. Dus als je praat over groei, moet je weten van wat is dan de behoefte? En twee, wat moeten we bouwen? Toevallig volgens mij was gisteren ook ergens in het nieuws of zo ergens, dat ze ergens weer gaan bouwen. Maar het is niet naar de vraag van de mensen. Het ging over een andere gemeente hoor. Maar, dus kijk wel wat je moet bouwen dan. Er is een enorme vraag aan de seniorenwoningen, dat er oude mensen die graag zouden willen, dat die vanuit een groter huis kunnen doorstromen naar een kleiner huis en er ruimte gemaakt wordt voor jonge mensen voor gezinsuitbreiding. Ja, maar je moet ook kijken, waar geven die huizen dan, aan wie geef je die dan? Kijk, de mensen die in het Westen wonen, die hebben allemaal, de huizen daar zijn vele malen duurder dan hier. Als die al die huizen hier gaan kopen, ja, dan heeft onze jeugd, mijn kinderen net zo, die hebben geen geld om een huis te kopen hier. Dus de gemeente Dronten moet daar ook in voorzien, ben ik zelf. Of huur dan, mag zijn, hè? Maar ik heb in Almere meerdere collega's, die staan dus in Dronten ingeschreven, dat ze in Almere 18 jaar moeten wachten. Ja, maar ze doen het aan de gemeente, waar ze in kunnen schrijven zonder voorwaarden. Ja, als er wel koopwoning is, dat u net ook bedoelt, ja. Die komen dan uit die gemeente. Die komen uit die waar het prijsniveau veel hoger ligt. Ja. Mensen die, ook bij ons in de buurt, die bieden gewoon een ton over. Ja, nu met het even iets anders, maar dat was een half jaar terug. Een ton overbieden op een woning die nog geen 3 ton was. Dat is extreem, 25%. Hè? Ja. Dus er moet, het is van belang dat als we groeien, dat er dan in ieder geval ook betaalbare woningen zijn voor alle jeugd. Ja, voor de jeugd. Ja. Maar ook huur, hè? Dat het mag zijn, hè? En dat mag wettelijk, hè? Je mag ze ook toewijzen deels niet van al je eigen inwoners. Dus dat niet de projectontwikkelaars bepalen. Nee, maar dat doen ze. Daar moet de gemeente ook over. Daar moet de gemeente ik ga even, want ik zie dat er de sheet erop staat. Dat is waarschijnlijk een opmerking richting mij dat ik moet versnellen. Vandaag stond er in de Flevopost. Laat me even ruimte ook. Even luisteren naar elkaar. Dat er 40.000 woningen in de provincie Flevoland gebouwd moeten worden tot 2030. Is het ook bekend van hoeveel wij voor Dronten voor rekening moeten nemen? Ik kijk heel even naar iets dat is niet bekend. Hè? Nee, dat is, misschien kan je iets zeggen over hoe dat proces gaat? Ja, we zijn begin van dit jaar gestart met een voorverkenning eigenlijk om uit te zoeken eerst. Hoeveel kan er überhaupt gebouwd worden in Dronten? Want die polder die lijkt leeg, maar er is natuurlijk overal is er iets bestemd. Dus we hebben eerst gekeken waar zitten nou, waar zijn dan woningbouwplannen, waar staan de windturbines, waar zijn natuurgebieden. Nou, al dat soort thema's hebben we in kaart gebracht. En op basis daarvan hebben we gekeken van, nou, waar zijn nou de plekken waar we misschien nog iets kunnen en hoeveel kan daar nou? En die plekken zijn we nu verder aan het onderzoeken. Op geschiktheid. Dus dan kijk je naar stedenbouwkundigen en naar natuur en naar landschap en archeologie en water en bodem. Nou, waar verzilt het? Waar is de bodem slap? Waar is de bodem stevig? Hè? Dat soort thema's worden allemaal onderzocht. En op basis daarvan gaan we de volgende stap zetten. Onder andere met jullie input allemaal. Hè? De input die nu uit dat participatietraject komt. En wat dus zeg maar de Drontense principes gaan vormen, gaan we kijken van hoe gaan we de dingen nou op elkaar passen. Dus aan de ene kant, wat kan er? Wat past er bij Dronten? En wat willen jullie als inwoners? Dat wordt allemaal samengebracht. En dan ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar hebben we daar een voorstel. En hoeveel woningen dat zijn, dat weten we dus nog niet. Dat hangt van een heleboel dingen af, onder andere van de geschiktheid van de plekken. En ik denk ook dat het aantal niet zo heel erg belangrijk is, want we gaan een groeiscenario maken tot aan 2050. Nou, dat is 30 jaar vooruitkijken. We weten allemaal niet wat de markt doet en hoe de wereld zich ontwikkelt. We kunnen wel een soort stip aan de horizon zetten van we willen uiteindelijk groeien naar X.
En dan zullen we ook kijken wat dat per kern betekent. Dus niet in zijn algemeenheid, maar ook wat kan er in Zuchtwand, wat kan er in Biddinghuizen, wat kan er in de Rond. Nou, daar zullen we dan iets over gaan opschrijven. Maar op dit moment is dus het aantal ook nog niet bekend. In hoeverre zijn wij in Dront dan vrij? Want Hugo die drukte altijd wel behoorlijk, probeert hij zijn stempel door te drukken. U refereert waarschijnlijk aan een artikel van 1 of 2 weken geleden in op Omroep Flevoland, waar de gedeputeerde ook wordt geïnterviewd omdat er een bepaalde deal ondertekend is. Daar refereert u waarschijnlijk aan. Ja, dat stond vandaag in de, of tenminste deze week in de Flevopost. Ja, die loopt vandaag. Er is verschil. In Flevoland breed werd er eerst over 100.000 en inmiddels over 120.000 woningen gesproken. En daar zit nu een scheiding in. Op verzoek ook van Hugo de Jonge, van de minister. Die heeft gevraagd: wat is nu de harde plancapaciteit die alle gebieden hebben, dus ook vanuit Flevoland? En daar komt die 40.000 komt daar naar voren. En die 40.000, dat is de optelling van alle 6 gemeenten uit Flevoland. Van wat heb je nu aan harde plancapaciteit? Dus wat heb je in de bestemmingsplannen zitten? Wat heb je in voorbereiding zitten? En voor Dronten zijn dat ongeveer 3400 woningen. En dan hebben we het over het Hanzenkwartier, dan hebben we het over Zwitserland Zuid, dan hebben we het over Biddinghuizen, De Boeg, Manege. Nou, alles plannen die er op de planning zijn, of die we in ieder geval kunnen zeggen van nou, daar kunnen we een redelijke mate van zekerheid geven dat we dat, dat we die in de komende periode gaan realiseren. Daar, dat is dus de aanbeving die op het team kan, dat zit in ieder geval het Drontes aandeel binnen die 40.000. En wat jij net aan, wat Margot net aangeeft, hè, dus dat we zeggen dat deel, hè, dus die 130 min 40 waar Flevoland dan even mee rekent, hè, dat is dan de opgave die waar we nu naar met z'n allen op zoek moeten en waar we als Dronten uitgaan van, nou wat kunnen we zelf als bijdrage leveren, maar wel uitgaan van wat past bij Dronten. Nou ja, dat is het verhaal van Margot. Dus ik hoop dat dat in ieder geval even helpt. Dat is het wat duidelijk. Ja? Mag ik nog even een vraag stellen aan mevrouw? Omdat er een scan wordt gemaakt naar wat potentiële woningbouwlocaties zijn. Omdat we kijken naar een stip naar de horizon 2050. En ik heb bij de windplan me laten informeren dat windmolens niet 30 jaar meegaan. Worden die locaties ook erbij betrokken? Dat potentiële locaties in de toekomst kunnen zijn? Ja, dat zou kunnen. Het uitgangspunt voor die voorverkenning nu is dat die windturbines er staan. Die staan er 25 jaar. Dus dat is waar we nu mee rekenen. Net als dat we een aantal andere uitgangspunten nemen, de contouren van de vliegveld bijvoorbeeld. Nou, hoe dat vliegveld er precies uit gaat zien en wanneer, dat weten we allemaal niet. Maar vooralsnog gaan we ervan uit dat het komt. En de vliegroutes die dan nu bekend zijn, hebben we als contouren meegenomen. Dat kan veranderen in de toekomst. En het zou dus ook kunnen dat je na 25 jaar dat de windturbines er niet meer zijn, dan kan je weer andere dingen. Maar vooralsnog rekenen we op basis van die turbines. Dat je misschien de infrastructuren zeg maar, erop aan kan passen, zeg maar, kan voorsorteren. Hè? Omdat je de stip naar 2050 gaat uitzetten. Ja. We hebben dat wel in ons achterhoofd. Wordt ook wel voorgesteld dat we niet ook al nu een scenario B maken voor als je over 25 jaar die turbines niet staat. We zijn even naar aan het kijken. Maar vooralsnog rekenen we met die 25 jaar dat ze er staan. Ja? Dankjewel. Kun je ook aangeven wanneer het onderzoek is afgerond? Hoeveel woningen er echt gebouwd kunnen worden? Wanneer het onderzoek is afgerond? We verwachten dat we in het eerste kwartaal van volgend jaar, maart, april, iets aan de raad zullen gaan voorleggen. Dus voor die tijd gaan we naar het college en dan wordt het ook openbaar. Ik heb nog een vraag ten aanzien van het proces waar we hier zitten. Want we zouden hier bij elkaar over de principes hebben. Ja. Hoe kunt u dan onderzoek doen ten aanzien van de aantal woningen? Als we met elkaar niet uit zijn over welke principes daarbij gehouden moeten worden. Nou, dit traject heeft eigenlijk twee doelen. Dat is volgens mij eerder ook al benoemd. Het heeft als doel om die Drontse principes op te leveren eigenlijk, mede op te leveren. En dat heeft als doel input te bieden voor juist dat onderzoek waar de gemeente mee bezig is rondom die woningbouwopgave. En we zijn ons ervan bewust dat dat onderzoek rondom die woningbouwopgave, dat een ander traject heeft dan die integrale visie. Want die kunnen we namelijk pas afmaken naar wat ik net zei, 2024.
In de tussentijd zullen er stappen gezet worden rondom die woningbouwopgave. En daarom hebben we ook gezegd, van, nou, dan laten we dat gelijk oplopen. Dus de input op dit traject, die heeft ook direct input op die woningbouwopgave. Maar worden ook geïnformeerd over de andere input die bij het onderzoek wordt geconfronteerd? Er zijn eigenlijk twee dingen. De voorverkenning voor die woningbouwopgave, die bestaat dus eigenlijk uit twee trajecten. Enerzijds, wat kan er? Dat is wat ik net schetste, hè? Dus die technische onderzoeken, waar kan er wat, et cetera. En het andere traject is, wat willen we? Het traject voor de integrale visie, als het gaat om dit participatietraject, het gesprek met de samenleving, dat is in de volle breedte over een heleboel thema's. Voor die woningbouwopgave hebben we al een verdiepingsslag gemaakt. Dus de mensen die op de bewonersavonden zijn geweest, die zullen dat misschien ook weten, dat we daar al veel concretere vragen hebben gesteld. Daar komt ook nog een terugkoppeling van, zeker. Ja. Nog één laatste vraag en dan wil ik toch echt weer even door naar het... Ik heb even de vraag als volgt. De wethouder geeft net aan een groei van 3400 woningen. Heb ik dat goed gehoord? Ja. Dat is de huidige plannen, maar dat is dus toch niet veel anders dan de groei in de afgelopen 20 jaar. Dus dan praat je niet over een excessieve groei of iets dergelijks, maar dat je in wezen op eenzelfde tempo doorgaat. Of niet? Ja, het zijn twee verschillende dingen. Wat er nu gevraagd is vanuit de minister ook, van wat kan er nu op korte termijn door de verschillende gemeenten gebouwd worden? Ja. Dus wat is de harde plancapaciteit? We hebben geïnventariseerd, wat hebben we in de plannen zitten? En dat telt dat op ongeveer tot die 3400 woningen. Ja. De vraag die hiervoor ligt is van, dit weten we, dus dit is eigenlijk het doortrekken van, wat je ook zegt, van de trend van de afgelopen periode. Maar de vraag die hiervoor ligt van, ja, wat willen wij, wat kunnen we, maar ook wat willen we, bovenop die 3400 woningen die nu in de planning zitten, wat kunnen we en willen we daar dan bovenop zetten? Nee, is helder, dan is het even helder, is een soort minimum, zeg maar. Ja, je hebt nu korte termijn, wat is al gepland tot 2030 of zo, en wat is onze toekomstvisie? Ja, goed, bedankt. Ja. Top, dankjewel. In de tussentijd van dit intermezzo, heeft u allemaal gestemd, of in ieder geval bijna allemaal, en zien we een aantal prioriteiten terugkomen. Er wordt nog gestemd. En dan gaat het ook inderdaad over de stelling van, nou, bouwen we woningen voor jong en oud? Dat wordt redelijk, herkend, die stelling in ieder geval. Ook recreatie aan het water en in het groen. De verbinding tussen de kernen via OV en fiets ook. Ik ben even benieuwd ook, want we lopen ook richting 9 en ik had beloofd dat we dan naar huis mochten. Wat vindt u nou, al deze stellingen die kunnen op redelijk wat steun rekenen. Is er iemand die wil toelichten waar voor hem nou de kern zit van dit, wat de belangrijkste prioriteit is als je naar deze vijf kijkt? Voor mij is het wel echt openbaar vervoer. Want je ziet nu, kijk, we hebben nu natuurlijk problemen met spoordigment, maar als dat er niet zou zijn, ze willen dat steeds meer minder maken. Ze willen in het weekend nog maar één keer een uur gaan rijden met de trein. Ja. De bussen beginnen pas een keer om 11 uur. Dus als je openbaar toegankelijk bent, zit je eigenlijk in het weekend dat je pas vrij laat op pad kunt of heel beperkt op pad kunt. En de aansluitingen zijn ook vreselijk dus op. Voor mij is daar wel echt wel een sterk punt om meer aan te doen. Ja, dat zeggen mijn kinderen ook. Ja. Ik vind dat heel vervelend. Dat hele weekend rijdt er helemaal geen bus in. Nee, ik hoor veel ook voor de jeugd. Er zit nu niet verschrikkelijk veel jeugd in de zaal, maar toch wel het bouwen voor de jeugd, maar ook het zorgen voor ontsluiting voor de jeugd. Het zorgen voor ontmoetingsplekken. Dat hoor ik veel terugkomen. Iemand anders die? Ja? Nou, ik maak me daar zorgen over. Vooral ook over de participatie van jongeren. Ik ben het thuis helaas ook, want we zijn van eigen kinderen. Ik ga niet zo ver dat die zeg maar participeren. Dus ik denk, ja, het gaat toch over jullie. Ja. Lees even de Flevopost, statusleningen. Ja, het zal allemaal wel. Maar daar ligt wel de zorg. Want volgens mij gaan die nu het dorp uit. Ze zijn altijd een gemeente geweest met een hele jonge, een gezinrijke, jonge opbouw, bevolkingsopbouw, en dat verandert heel erg snel, dus we zijn heel snel aan het vergrijzen nu,
En dat kun je beïnvloeden en met betaalbare woningen voor jonge mensen. En ook in combinatie met het openbaar vervoer, denk ik ook. Want als ze in Kampen of Zwolle makkelijker met de trein overal naartoe kunnen, zullen ze niet kiezen voor de route, denk ik. Ik wou er wel wat op antwoorden, want ik woon hier al heel lang in de gemeente, maar ik zie altijd maar lege bussen rijden. En zou het veranderen als er meer bussen rijden dat ze vol gaan? Ik geloof er geen bas van. Ja, het gaat wel om die verbinding. Ja, maar die bussen zijn leeg. Er zit bijna niemand in. Ja, omdat ze dan al vertrokken zijn. Dat is het hele probleem. Als je ochtends kijkt, als je in het weekend pas om 11 uur op pad kunt, dan gaan de jongeren andere manieren op zitten. Dat zeg ik. Zou het veranderen, denk je, als ze om het half uur rijden? Deze kip ik geloof er geen bas. Ik niet oplossen, maar het is een bussen helemaal leeg. Mensen die in de polder wonen, die moeten een auto hebben. Dat is, anders ga je hier niet wonen. Voor de jongeren. Maar dan ben ik benieuwd. Want ik zie ook dus. Heren, dames. Nog 5 minuten en dan mag u met elkaar. Ik zie in de gemeente Dronten geven we prioriteit aan de fiets. U zegt, ja, je hebt een auto nodig. Dat is natuurlijk. In Berlijn of in Zwerterband. Rond misschien ook verzending, moet je een auto hebben. Anders ken je niet van. Je kan maar 1 keer in 1 uur of 1 keer in 2 uur weg. Ja, liefst 2. Dus. Auto's. Dus je hebt een auto. Ja, nee, maar dat is toch zo? Ja, maar wel. Ik weet dat het elkaar niet uitsluit, hè, maar u zegt voor een groot gedeelte: geef prioriteit aan de fiets. Dus dat is. Geef prioriteit aan de fiets en ik moet een auto hebben, maar maak het mij als automobilist zo lastig mogelijk. Dat zegt u eigenlijk. Iedereen heeft een auto of twee of drie. Nee. Uitspraak uit. Ik woon 9 jaar, kan ik zonder auto in de polder redelijk uit de voeten. Alleen in het weekend niet. Daar zit echt de bewerking in de polder. Maar ik ga naar mijn werk met het openbaar vervoer, dat wordt ook gestimuleerd. Dat is ook beter. Ik heb zelf geen kinderen, maar er zijn er zat die met 3-4 auto's staan. En dan denk ik, jij wil later nog je kinderen laten leven. Maar je verknalt het wel allemaal door 4 auto's bij een gezin te hebben totdat het nodig is. Je kunt carpoolen. Er zat al mogelijkheden. Dus zeggen dat iedereen een auto moet hebben, dat kan ook helemaal niet. Want heel veel mensen kunnen niet eens betalen. Dus niet betaalbaar meer. Ik zag nog 1 opmerking, dat is de laatste. Want dan wil ik me graag even concentreren op de laatste. Is dat het recreatief aanbod. En dat vind ik wel heel belangrijk. Die andere vond ik ook heel belangrijk. Maar ik zou toch graag wel even een lans willen breken voor het aanbod aan recreatieve en natuurvoorzieningen. Want dat, we hebben natuurlijk aan de rand van Flevoland hebben natuurlijk een hele fantastische zone, hè, langs het Veluwemeer. Maar vervolgens als je verder het gebied in gaat, dat is natuurlijk heel erg utilitair ingericht. En het zou een heel groot baat zijn als ze ten aanzien van het recreatieve aanbod gewoon een forse ingreep gaan doen, een forse investering gaan doen, zodat het fors wordt uitgebreid de komende decennia. Ja. En er bestaan goede kansen. Hè? Kijk, tegenover zit Kobi, hè, die met haar groep de afgelopen jaren enorm initiatief rond het Torenbosje heeft gedaan. Nou, ik wil ook een beetje van eigen parochie spreken, wij zijn heel druk bezig in het Wiesentbos. Maar ook tussen de kernen in zou je ten aanzien van het recreatieve verbindingen, een hele recreatieve aanbod, we hebben net even verbinding Huizen richting het Randmeer. Er zijn echt grote kansen en laten we die alsjeblieft benutten. En nou, als financiering een punt is, nou, laten we dan die woningbouw ook deels gaan gebruiken om een stuk financiering daarvan te gaan. Dank u wel. Hebben we nog een korte, gaan we daar niet over in gesprek? Maar dan gaan we de vraag, want we hebben nu natuurlijk, ik hoor dat er een aantal mensen ook iets hebben gemist en dat mag u nu nog even meegeven. Dan belandt dat ook in de, dan wordt het ook bewaard voor het nageslacht. En dan moeten we natuurlijk even typen. Dat, u mag hier gewoon iets over typen, daar gaan we ook niet meer in gesprek, want dan ga ik, die belofte ga ik toch niet helemaal halen, maar ik ga nu toch wethouder Sint-Jan. Mag ik nog een vraag stellen? U mag nog één vraag stellen, want... Ja, het gaat niet over de stellingen. Het gaat niet over de stellingen.
Maar u heeft het over kerngroepen. Ja. Mijn vraag is, hoe worden die kerngroepen samengesteld? Ik kom daar zo nog even op. Goed zo. Als dat mag. Meneer Lop, wat is uw reflectie op... Nou, het mag wel een reflectie wezen, want in de uitnodiging moest ik een samenvatting geven. Nou, ga er maar aan staan. Nou, die ga ik ook niet geven, want dat is gewoon onmogelijk. Want het is volgens mij, en dat is de reflectie, volgens mij een zeer boeiende avond geweest. En in ieder geval, vanaf deze plek, in ieder geval dank. En voor uw inzet en voor uw inbreng. En volgens mij is het heel duidelijk geworden dat de stellingen ook zoals ze naar voren zijn gekomen. Als we het hebben over dorpse karakter. Nou, daar gingen allerlei belevingen al over de tafel. He, dat als dat ooit is een principe gaat worden, dat we in ieder geval die verdiepingsslag hebben gemaakt van... Waar praten we dan echt over op het moment dat we over een dorpskarakter of over groen en dergelijke hebben? En dat is in ieder geval wel wat ik heb opgehaald vanavond. En het project is ook nog niet klaar. Hè, dus we moeten hier ook echt mee aan de slag. Om ook juist uiteindelijk tot een soort gezamenlijke principes te komen. Waarin we in ieder geval ook, hè, als we gaan uitrollen en we spreken over dorpskarakter, dat we daar in ieder geval... uiteindelijk tot de kern hier gaan komen met elkaar. En ik merk eigenlijk alleen maar hele betrokken mensen hier. En dat is volgens mij ook wel wat Dronten typeert. Nou, u sprak het al even over de pioniers. Uiteindelijk leeft dat hier nog wel in het dorp. We willen er samen wat van maken. Ook de jongeren, Willemien, je had het er al over. Ik mocht toevallig even bij die 60, 70 jongeren hier in de Meerpaal aanwezig zijn. En als je hoort... hoe zij toch met elkaar spreken, ook over hoe zij naar Dronten kijken, dan gaat dat echt wel oprecht verder dan alleen de McDonald's, die ik uiteraard ook heb gehoord. Maar zij maken zich ook zorgen over wonen en over, ook over onderwijs. Nou, gelukkig zag ik die hier ook al weer terugkomen van, hey, wij wonen hier, we willen hier onderwijs hebben, maar we willen hier ook uiteindelijk het liefst ook gewoon blijven, hè, als het even kan en de werkgelegenheid laat dat toe. Volgens mij staan wij voor een hele mooie uitdaging. We zijn er nog niet, het is voor ons als gemeente echt nog een langdurig traject. Maar vanaf deze plek in ieder geval dank. En er gaan nog terugkoppelingen komen. En schroom zeker niet om links en rechts nog uw vinger op te steken als u daar behoefte aan heeft. Mag ik de bal weer teruggeven? Ja, dankjewel Sint-Jan. Daarmee zijn we voor nu aan het einde van deze avond gekomen. Ik wil jullie inderdaad ook allemaal heel hartelijk danken voor jullie inbreng. En jullie, nou ja, zoals ik al eerder zei, dit is het begin en niet het einde van dit traject. Er komt nog heel veel meer voordat we in december 24 zijn en een integrale visie hebben. Wij zullen in ieder geval van de resultaten van deze fase op de hoogte houden. Er komt een verslag van deze fase. Er zullen de Drontense principes worden vastgesteld door de gemeenteraad. Van dat proces wordt u op de hoogte gehouden. En ja, u zit hier waarschijnlijk omdat u allemaal uw e-mailadres heeft achtergelaten. Dus dat hoeft u niet meer te doen. Bent u hier nou op een andere reden, dan kunt u dat alsnog even doen bij mijn collega's. U heeft inderdaad ook gehoord dat de volgende stap in het participatieproces zal zijn dat we kerngroepen gaan samenstellen. Dat zullen we inderdaad gaan doen. De samenstelling, u kunt zich daarvoor aanmelden te zijner tijd. En die kerngroepen die zullen we dan uit de aanmeldingen samenstellen door middel van loting. Omdat we een bepaalde hoeveelheid in die kerngroepen wel met een diversiteit vanuit die kern willen in de verschillende kerngroepen. Hoe dat precies zal gaan en wanneer dat precies zal gaan gebeuren, dat zullen we ook via de mail nog laten weten en via de kanalen van de gemeente. Maar dat zal waarschijnlijk in de komende maanden zijn, want we willen daar in 2023 mee van start. Nou, dan wil ik hem hierbij heel graag afronden. U hoort dus nog van ons en heel erg bedankt voor uw inbreng vanavond.